De afgelopen maanden heb ik best wat ervaring opgedaan met livestreamen en webinars. En dat begon eigenlijk altijd heel simpel. Gewoon met een webcam of mijn telefoon. En soms werd dat best wel professioneel. Ik geef je in deze video 7 tips. Of je nou net begint of al wat stappen verder bent. Tips voor goede camera, geluid, maar ook de juiste software en de voorbereiding. Als we gaan livestreamen beginnen mensen vaak met wat voor camera moet ik aanschaffen? Terwijl het daar eigenlijk niet om draait. Waar je eerst naar wilt kijken is een goed plan. Het is live. Dus wat er gebeurt, gebeurt er. Ik werk dus altijd met een goed uitgewerkt plan. Een backup plan, cue cards voor de host of de presentator. En heel veel dry runs voordat we live gaan. Mijn tweede tip is gebruik de juiste software, het juiste platform waarop je live gaat. Wie wil jij bereiken en waar kun je ze het beste bereiken? Ga je dus bijvoorbeeld exclusief live via Zoom? Stuur ze dan een speciaal linkje of ga je live op YouTube of op Instagram? Of gebruik je een tool als StreamYard, een van mijn favoriete tools, omdat je met StreamYard tegelijkertijd op allerlei verschillende platformen live gaat. En dan de camera. Wat is nou handig om mee te filmen? Moet je wat aanschaffen? Nou, als je net begint, bijvoorbeeld via Instagram Live, Facebook, dan is het gewoon via je telefoon vaak het handigst. Maar wil je wat meer controle en ook wat meer kwaliteit, dan kan het handig zijn om te kijken naar andere camera's. Zo'n webcam bijvoorbeeld, het is een Logitech, die kun je aansluiten op je laptop, computer en dan heb je wat betere kwaliteit. Wil je nog een stapje verder gaan, dan kun je uiteraard kijken naar camera's die je ook aan je laptop kunt koppelen. Toen ik vaker ging streamen heb ik bijvoorbeeld de Sony A6100 aangeschaft, met name omdat hij heel snel scherp kan focussen. En ik heb daar een aantal van, zodat ik kan switchen. Nou, laten we dan meteen even ingaan op dat switchen. Tip 4. Als jij tussen verschillende camera's wilt kunnen schakelen, of je wilt ook wat graphics in beeld, zoals bijvoorbeeld tekst, namen, foto's, dan kan het heel handig zijn om zoiets als de ATEM Mini of de ATEM Mini Pro aan te schaffen, waarbij je dus echt verschillende kanalen krijgt. En hetzelfde geldt voor Stream Deck. En denk je nou, oh, dit is wel heel erg ingewikkeld en kost veel. Er is ook gewoon gratis software waarmee je bestaande camera's ook webcams kunt maken. Kijk bijvoorbeeld eens naar OBS. En dan audio. Zo enorm belangrijk, omdat het echt een impact kan hebben op hoe jij overkomt en dus of mensen langer naar je webinar blijven kijken. Nou, toen ik net begon, had ik gewoon simpelweg een headsetje die jij waarschijnlijk ook wel ergens hebt liggen om achtergrondgeluiden weg te filteren. Tegenwoordig werk ik met deze microfoon met een mooie plopfilter. Maar het allerbelangrijkste is dat je luistert naar de ruimte waar je bent. We hebben op een gegeven moment bijvoorbeeld stoffen panelen gemaakt en dikkere gordijnen aangeschaft. Puur om de galm weg te halen en dus eigenlijk het basisgeluid in de ruimte te verbeteren. En dan licht. Onmiskenbaar belangrijk. Nou, toen ik net begon was het gewoon met een webcam en ik ging voor een raam staan. Dus heb je geen lampen, kijk dan even naar het natuurlijke licht dat je wel hebt en probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijk daglicht. Je kunt ook kijken naar een bouwlamp en laat het dan het licht weer kaatsen via het plafond of via de muur. Tegenwoordig gebruik ik deze studiolampen. Die verschillen in grootte. Ze hangen hier aan het plafond, zodat je niet over allerlei statieven struikelt. En komen in allerlei verschillende vormen en maten. Dan mijn laatste tip. En dat is dat je niet alleen gaat zenden, maar dat je ook echt probeert te zorgen voor interactie. Dus de vraag is, wat gaat jouw kijker, wat gaat hij of zij doen? Dus hoe kunnen ze echt onderdeel zijn van deze livestream? Dan heb ik het niet alleen over de chat, maar ook ons op een andere manier mee kunnen doen. Zijn er leuke challenges? Kun je een Mentimeter of een Kahoot organiseren? Dus probeer iets interactiefs te maken, want dat is uiteindelijk wel vaak de reden waarom je live gaat. Mijn laatste tip en dat is een bonus tip en dat is, en het klinkt heel erg cheesy, maar dat is goed internet. Je wil niet weten hoe vaak dit fout gaat. En dat is het laatste wat je wilt als je alles technisch gezien goed hebt voorbereid en dat je dan op locatie komt en dan blijkt dat het internet niet helemaal reliable is. Dus check het internet, probeer van tevoren te meten wat precies de snelheid is op die locatie, zodat je niet voor verrassing komt te staan. Nou, dat waren een aantal tips voor livestreamen. Ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw ervaringen en jouw tips. Dus laat die zeker achter in een reactie onder het artikel. En tot de volgende video. Doei!